Vandaag staan we in Kaatsheuvel bij VC Condor Beachvolleybal. We hebben een hoop zand, fanatieke spelers. Het weer wil niet helemaal meewerken, maar we maken er toch een leuke uitzending van. Heel veel plezier! Nou, we staan hier voor de 25ste keer. Ja, prachtig hè. Dus echt 25 keer al dat we dit mochten organiseren met elkaar. En vanmiddag natuurlijk met de jeugd en met de senioren zelf een eigen toernooi gehaald. Ja, hartstikke gezellig. Ik zie een hoop fanatieke gezichten. Het weer wil niet helemaal meewerken hè, vandaag. Ja, wij zijn al blij dat het droog is. Als we de afgelopen maand keken, we hebben echt elke dag de weer voorspellingen in de gaten gehouden. Vorig jaar was het natuurlijk 40 graden, was eigenlijk veel te heet. Dan zijn we nu blij. Het is droog, mensen hebben er zin in. En het gaat niet meer regenen, denken we. Dus dat is mooi. Jullie doen dit al 25 jaar. Is er nou veel veranderd zo de afgelopen jaren? Ja, stiekem als je terugkijkt is er best veel veranderd. Alleen de basis is hetzelfde gebleven. Een bak zand midden in Kaatsheuvel. En in het eerste jaar was hier nog de oude markt. Daar pasten precies 4 volleybalvelden in. Dus dat is al veranderd. Het zijn er nu 6, dus dat is al mooi. Het aantal deelnemers is gestegen. We zijn nu een toernooi met 80 teams dit weekend. En 235 wedstrijden. Nou, dat konden we toen de tijd helemaal niet kwijt. Maar wat gebleven is, en dat is wel mooi, de palen van de netten zijn gewoon exact hetzelfde als de allereerste editie. En ook heel veel sponsoren zijn nog hetzelfde. De partijen die het zand leveren zijn hetzelfde. Ja, en juist door dat soort vaste sponsoren, vaste partijen die ons elk jaar meehelpen, kunnen we dit jaar weer organiseren. Dus daar zijn we ontzettend blij om. Nu sta ik hier. Nesseline, hallo. Je hebt helemaal een kleur, want je komt net van het veld af. Ja, dat klopt. We hebben net 4 wedstrijden gevolleybald inderdaad. Ja. En hoe was het? Ja, leuk, leuk. Het is natuurlijk het 25ste jaar, dus dat is wel erg leuk dat we dit nu weer met elkaar mogen doen. Ja, het is gelukkig droog, dus dat is fijn. En hoe lang speel je zelf al? Ik speel denk ik zelf al 20 jaar bij Condor. Ja, dus dat is wel heel leuk. Ja. Dan moet het wel een heel leuke club zijn als je zo lang bij dezelfde club blijft. Wat maakt die club zo leuk? Ja, het is een club, een kleine club, maar waar wel gezelligheid voorop staat. En waar we gewoon een lekker potje kunnen volleyballen. Dus dat is wel heel leuk om te doen. Ja, zeker. Het zijn ook fanatieke mensen volgens mij. Ook fanatieke mensen, ja, we willen graag winnen. Ja. Een kampioenschap is altijd wel leuk, ja, zeker. Bijzonderheden voor dit jaar? Ja, we dachten we pakken flink uit dit jaar. Dus we hebben aan de sponsoren gevraagd of dat ze iets extra's ter beschikking willen stellen naast alle sponsorgeld wat ze al geven of naast alle sponsoring in Natura. Daardoor kunnen we voor elk team een goed gevulde goodiebag verzorgen. En ook voor onze vrijwilligers, want ook dat mag gezegd worden, meer dan 70 vrijwilligers zorgen ervoor dat dit weekend kan draaien. Ook voor hen hebben we, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen, een ontzettend mooie goodiebag weten te vullen. Dus dat is leuk. Ben je er ooit bij gekomen om te gaan volleyballen? Ja, ik zocht toen ik jong was een sport. En toen ben ik een keer bij het volleyballen gaan kijken en dat beviel eigenlijk wel. Dus, en sindsdien eigenlijk nooit meer weg geweest. Nee. Dus, en wie weet hè, wie nu komt kijken, maar de recreanten, die hier ook blijven hangen voor 20 jaar. Nou, bijvoorbeeld. Ja, er zijn mensen die al langer bij Condor volleyballen, dus dat is wel heel leuk. Ja. Maar dat iedereen hier blijft hangen, dat is wel een goed teken, dat is toch? Een goed teken, zeker. Ja, dat zegt dat over de club. Hoeveel jaren ga je nog door, denk je? Ik denk dat we er nog zeker 30 bij doen, denk ik. Denk ik? Ja, ja, dat moet wel kunnen. Okay.
spelers van het eerste jaar. Die spelen misschien niet meer mee, maar komen ze nog wel kijken? Er zijn elk jaar nog spelers die zeggen van ja, ik was er in het begin ook bij. Die lopen niet allemaal even soepel meer, moet ik inderdaad zeggen. Maar ze komen wel kijken, ze pakken een biertje en we zien ook dat de volgende generatie komt. Dus die nemen nu hun kinderen mee en die hebben dan weer een team. En dan staan ze vaak, zeker als het de fanatieke mensen zijn, nog als coach aan de kant. Ja. Hou het er gewoon in. Het wordt gewoon een familie gebeuren. Ja, maar dat is het ook echt. En dat vinden we ook lekker. Het is jarenlang het grootste recreatieve beachvolleybaltoernooi van Nederland geweest. We weten niet of het nog is. We houden geen scores bij. Maar ja, met zoveel wedstrijden op de planning ja, kunnen we niet anders zeggen dan dat het echt voor Kaatsheuvel is. En daar zijn we ontzettend blij om.